die zo hoog gezeten in zijn steenrijke Vaticaan, de plaats bekleed van een der goden die eigenlijk nooit hebben bestaan. Maar kom, dat doet hier niets ter zake. Ten slotte staat het iedereen vrij zichzelf een godheid uit te denken. Er kan altijd wel eentje bij. Zijn God heeft zich tot mens vernederd. Hij heeft zichzelf tot God gemaakt, omringd door feodale luister, waaruit hij nog niet is ontwaakt. Hij leeft nog in de middeleeuwen. Hij hoort bij die folklore groep die stof levert voor damesbladen, een zinloze paradetroep. In al zijn kerken en musea liggen de schatten opgehoopt. Bezit van het Vaticaan alleen al is iets wat in de miljarden loopt. Zijn God zal daar wel blij mee wezen. Die kreeg alleen wat armenbrood. En in de buurt van die miljarden sterft Lazarus de hongerdood. O ja, ik weet het, ze beweren dat hij zelfstandig blijven moet. Maar is dat niet aan politiek doen, veel meer dan hij aan godsdienst doet. Hij noemt zichzelf gewoon onfeilbaar, waar het om geloof en zeden gaat. Hoewel daar niets van in het epistel of in het evangelie staat. Ik zwijg over de inquisitie, dat is voltooid verleden tijd. En ook de kerk maakt wel eens fouten, ondanks die grote onfeilbaarheid. Maar als in Salvador en Chili, in naam van Christus, alles mag, dan spreekt de paus Urbi et Orbi over de crisis van het gezag. En dat hij Hitler liet betijen toen hij de Joden heeft vermoord, dat kan ik misschien nog begrijpen. De Joden hadden zijn God vermoord. Maar waarom zwijgt hij zo hardnekkig over het Amerikaans geweld? En op de grond die hij komt kussen staan de raketten opgesteld. Hij heeft het altijd over vrede. En ik geloof dat hij oprecht geen oorlog wil. Wie zou dat willen? Maar denkt hij nooit eens aan het recht? En als hij zo zweert bij de vrede, waarom laat hij zijn katholiek nog altijd andere mensen doden? Zeg mij, waar blijft die encycliek? Maar encyclieken schrijft hij enkel als het om seks en zeden gaat. En dan liefst in een ouderwets Latijn en liefst een eeuw of meer te laat. Ik wil over de pil nog zwijgen, omdat zijn veto mij niet raakt. Maar is het niet ontzettend zielig dat hij zich zo belachelijk maakt? Zijn uitspraak is idioot, maar erger en zieliger nog is het feit dat mensen met verstand en reden nog leven in die donkere tijd, waarin een groepje potentaten met aan het hoofd een oude man bepaalt hoe anderen moeten leven en wat nu wel wat niet meer kan. Gekleed in oude praalgewaden, met zijn mobiel en met zijn ring en met miljarden aan zijn voeten, is hij een oude zonderling. Hij heeft de armoe en de liefde vervangen door een liturgie. Zijn God heeft hij voorgoed bedolven onder een hoop theologie. Maar hij mag rustig blijven zitten tussen het goud van zijn paleis en blijven bidden voor de vrede met af en toe een wereldreis. En als hij van die vredestochten terugkeert in zijn gouden slot, dan denkt hij even aan de armen en zegent hen in naam van God. Toonde de chansonnier zich feller, meer geëngageerd. En dat deed je toen in Vlaanderen niet ongestraft. E viva il Papa, een lang pamflet tegen de paus, werd op de BRT gecensureerd. En Rasput had meteen zijn eerste rel. Nou, dat is heel die historie. Ik vind het nu nog als ik ze bezig zie. Ik bedoel, dit zal waarschijnlijk ook geschrapt worden. En ik weet het niet, maar als ik dus Johannes Paulus II bezig zie, ik heb onlangs nog een programma moeten ondertitelen. Dat is toch, het is toch onvoorstelbaar. Ja, daar kan ik me dus nog in opwinden dat de mensen daar intrappen gewoon. Dat is toch één grote komedie van begin tot einde. Daar ergens een oude zak die daar van Polen benoemd wordt, omdat hij toevallig veel collega's heeft en met dat systeem, met die rook in dat Vaticaan. En dan komt hij daar en die gaat eens verkondigen hoe dat wij moeten gaan leven. Dat is toch gewoon onzinnig. En dat was dus toen naar aanleiding van al of niet de pil. Hè? En daar kwam dus een soort encycliek over die pil. Dat we dat niet mochten gebruiken. En dat was dus ergens iemand die nog niet wist wat trouwen was. Waarschijnlijk. Ik weet het dus niet wat hij uitspookte. Maar ik bedoel, in principe zou hij dat niet moeten weten. En die dus eigenlijk geen ervaring had over seks op kinderen of weet ik. En die komt dan zeggen, oh, dat wij moeten het huwelijk gaan regelen. Ik snap dat dus niet, dat kan. Het blijft bij mij nog altijd onzinnig en idioot dat de mensen dat slikken.
dat er ergens zo'n tip in Rome op de een of andere manier gaat zitten zeggen van zo moet je nu leven zien. En dat mag niet. En de bevrijdingstheologie is verkeerd en weet die veel. Ik snap dat dus niet.